MVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door MVV, Nike, Maastricht Region en Keno Media. We staan hier voor de historische kasten van de vereniging MVV Maastricht. We krijgen af en toe de vraag, waarom zijn die kasten gekomen en hoezo zijn die kasten gekomen? In 2016 stelde een aantal leden van de ledenraad van de vereniging MVV Maastricht de vraag, waar kunnen we die historie van MVV zien? In het stadion en in de businessruimte is dat heel weinig. Kunnen we daar niets aan gaan doen? Een aantal leden van de ledenraad hebben dat toen opgepakt en zijn begonnen met te kijken waar we materialen vandaan konden krijgen. En toen we maar het aantal materialen hadden, konden we twee kasten vullen, alleen we hadden geen kasten. Voor sponsors hebben we de eerste twee kasten gekregen en die hebben we in de oude persruimte hebben die toen geplaatst. Echter, het aantal materiaal werd steeds meer en uitgebreider, dus we konden meerdere kasten gaan vullen. De kasten stonden op die plek prima, maar bij meer kasten konden ze dan niet blijven en dus hebben we ze in de toenmalige bestuurskamer gezet, in de businessruimte. 5 stuks die ook weer volledig gesponsord werden door sponsoren. Die 5 stuks zie je nou hier staan, 2 en 3 aan de achterkant. En hoe komen we aan de spullen? We komen aan de spullen omdat er of mensen zijn die denken, ik heb materiaal van MVV, dat kan ik beter aan de club geven. En die geven dat als gift aan de vereniging MVV Maastricht. Er zijn ook mensen die zeggen, ik wil het wel een bruikleen geven, maar vervolgens wil ik er wel voor zorgen dat ik de spullen teruggeef. Alles wordt op papier gezet, alles wordt met contracten vastgelegd, zodat iedereen weet wat hij gegeven heeft en wat hij een bruikleen gegeven heeft. Zodoende hebben we 5 kasten kunnen vullen met prachtige spullen over het verleden van MVV, beginnend rond 1910 tot en met op dit moment. Verder kun je in de businessruimte het beeld van Willy Brokamp zien, dat hij gekregen heeft als beste voetballer in de jaren 70, dat bij de kasten staat. En aan de andere kant van de businessruimte staat het prachtige boek van Jo Toenaar, waarin alle verslagen van de wedstrijden van MVV, waar Jo gespeeld heeft, te bewonderen vallen. Heb je spullen thuis en zeg je, kan ik beter aan MVV geven? Meld je bij MVV of de vereniging MVV Maastricht. Wij gaan zo goed zorgen voor spullen die je geeft. Je kunt ze geven en een bruikleen wat je zelf wilt. En wil je eens komen kijken? De kasten staan in de businessruimte van MVV en zijn prima overdag te bewonderen. MVV TV werd mede mogelijk gemaakt door MVV, Nike, Maastricht Region en Keno Media.